zijn. Ik feliciteer het museum met deze prachtige aanwinst. Ik feliciteer ons allen met het feit dat we die bunker niet meer als zodanig nodig hebben. En ik hoop van ganse harte dat dit een symbool blijft en altijd een symbool blijft voor waakzaamheid. En misschien is dit het moment gekomen om te proberen datzelfde te verwijderen van dit deel van de Berlijnse muur. Er is altijd iets wat fout kan gaan. Dat is namelijk dat het touwtje blijft hangen en het zeil blijft hangen. Om te voorkomen dat het gebeurt, staat er al een trapje aan de achterkant. Ik weet niet wie ze vrijwilliger is om dat te proberen te verhelpen. Maar het geeft wel aan dat aan alles is gedacht. Ik dank u voor uw aandacht en het O en de S die mogen zo meteen hun klinken. Dank voor je woorden. Ik denk dat het wel heel aansprekend is wat Ad ook heeft gezegd over de spanningen. Gaan we nu niet meer verder bij stilstaan. Wij gaan een poging doen, althans Ad, om het stuk Berlijnse muur, het segment, te onthullen. Mijn charmante assistente Bert staat achter de coulissen, dus die is er klaar voor. Dus ik zou Ad willen verzoeken om aan het bekende zeil te trekken en dan gaan we ervan uit dat die... Ja, kijk aan. Dit is het prachtige.